Carson. Heel mooie appeloze. Het is een paard met grote halen. Maar enorm. Het oogt niet snel, maar het gaat wel snel. Twee jaar terug stonden haar de tranen in de ogen. Toen werd ze winnaar van het Fries kampioenschap hier. En vandaag doet natuurlijk weer een gooi. Ze doen het mooi, hè? Oh. Rollenval? Nee, hè? Menno, vaste grond. Medewerker bij de BAM. Weg en waterbouw. Ja. Kom eens op naar de finish. We hebben de klok in de hand, Sandra. Klik, ik weet maar net hoe je het noemt. Maar ze kregen de award, tenminste. Ik had gisteren even met Sandra en Merel gesproken. Ze zijn al meer dan 10 jaar een team. Er heeft veel overwinningen op haar naam staan. En dat is dus vooral samen met Merel gedaan. Sandra die kan sturen. En Nessa weet hoe het spelletje werkt. Snel naar voren, kort wenden en weg. Goed gaan we naar start nummer 31. Sandra Rusticus. Ook een hele bekende hier in het veld. Uit Oudwoude, dames en heren. Enkelspan Paat. En de groom vandaag is Menno Dijkstra. Hij komt ook uit Oudwoude. Ze rijden met een mooie Appaloosa, zoals je dat ziet. 19-jarige hengst met de naam Forzo. En dan is het hier moet straks Pieter Nijl komen. En u hoort de groen, dames en heren, Menno. Goed aanwijzingen geven aan Sandra. En dat maakt het tot een prachtig geheel. Een ingespeelde combinatie. Kijk eens. Sandra voor de snelste tijd. Dan komt de doorgang voor de vier van Kuijk. 1-4. Meenemer is Sandra Rusticus. Met haar welbekende Appaloosa paard. Rijdt al jaren mee. Forzo. Kom, Forzo! Ze probeert hier elk jaar te winnen. Ik hoop dat kijken het haar dit jaar lukt. Dit is wel vermoeiend, die brug op. Achter op elkaar vaste groen Menno Dijkstra. Om de balans in de kaart te houden. Woo! Als je met Sander achterop staat, dan weet je sowieso dat het snel gaat en dat ze gaat voor de prijzen. Dan gaan ze weer door het water, op naar de volgende poort en dat is een mooie galop met het grote paard van haar. En kijk eens, daar gaat ze, de vliegt weer door het water. Dames en heren, geef haar een grote blauw. Sandra Rusticus. Dit is gewoon het verschil tussen links en rechts. Ja, ja. Dat leert het dan wel. Ik wil allemaal even helpen. Jouw laatste. Je maakt wel wat beter. Het is gewoon de groene band erin. Ja, waar. Ik moest nog zelf echt maken. Kom maar! En is mevrouw Rusticus onderweg naar de finish? Ja, bij die keer. De wennen er op het toe wennen, trek je niet.
Oh, dat is Sandra, rustig. Ja, dat is een krek. Hier, dat is Sandra. Ja, Sandra, rustig. Ja, rustig. Ja, die binnen hier al. Ja, die binnen. Ja, die staat er. Die is ook snel deze hoor. Kijk, alleen die had een snel. Papa zo! Zie Pippi Langhouse paard, zie je dat? Ja. Sandra Rusticus. Sandra komt uit Oudwouden achterop. Menno Dijkstra die al jaren een trouwe groom is. Ook uit Oudwouden en voor de wagen. Een prachtig mooie hengst. Let op dames, dit is nog een hengst. Maar het is wel een heer op leeftijd. 19 jaar is Forso inmiddels. En Sandra heeft al menig succes met hem gehad. In 2013 mochten ze zich als winnaar laten huldigen. En vorig jaar waren ze vijfde. We gaan kijken hoe Sandra er dit jaar vanaf maakt met Forso. Tot nu toe gaat ze mooi door de hindernis. Can I pin money if it's there? En luister naar hoe dat paard naar Sandra luistert. Hoe Sandra het paard ook aanwijzingen geeft. Deze combinatie rijdt al zo lang met elkaar. Kunnen lezen en schrijven met elkaar. Op naar de finish voor Sandra. Goed zo. Met het, oh nee. Hij loopt hier al zeker 10 jaar mee in deze wedstrijd. Een mooi Appaloosa paard. Oh, hij stapt bijna. Kom op! Kom aan! In 2011 werd Sandra tweede. In 2012 tweede. In 2013 werd ze kampioen met de enkels van Pabi. En vorig jaar was ze vijfde. Dus een kanjer in de wedstrijd nu. Kom op! Ja! Kom maar, Forso! Forso! Kom! Oudwouden, daar komen ze vandaan. Sandra Rusticus, altijd van de partij. Altijd wat is te vieren. En altijd wat is te strijden. Natuurlijk, een vaste groen achterop. Menno. Menno Dijkstra, hij komt ook weer uitwonen. Enkels van Bart, dat is de klasse waarin zijn strijden. En ze zegt van ja, weet niet wat ik van jou moet bedenken. Niet echt heel veel gedaan, maar vandaag zijn ze erbij. En Forso, die heeft er eigenlijk altijd zin in. De Appaloosa van 19 jaar. Zo oud is hij al. En die doet het wel prima. Kijk eens even. Altijd hier in de regio te vinden bij de winwedstrijden. De Burgum zijn ze binnenkort ook te bewonderen. 5 september. Kom op! Maar eerst zijn ze hier, richting de finish. En dan zien we nog heel veel. Net boven de minuut. We maken het al meer dan 10 jaar samen. Zo. We zijn al 10 jaar samen. Door de hindernis heen. Sandra is ook winnaar geweest, 2 jaar terug. En naar mijn idee was ze vorig jaar vierde. Kom maar, Forso! En ze heeft in de tijd de Art Water Award gewonnen in 2013. Dat kwam dus ook doordat ze hier in Driesenwouterwoude winnaar was. Hier nummer 62 in hindernis nummer 2. Nummer 62 en je luistert naar de naam. Kom op, Forso! Hij komt uit Noord-Burgum. Ik vind het een beetje eng om dat ding al een beetje te. Ja, dat ken ik. En ook Brent Sainz en haar vrienden op de bed in de mensport. En Sandra die zet er nog even gang in. En dan kun je zien dat...